Goedemorgen, man. Het is vandaag maandag. Het is weer een nieuwe week en ik zit weer op school. Ik moet weer leren. Ik heb woensdag een tentamen. I don't know if I ever gonna make it. Maar goed, ik ga vandaag weer leren met Bittel. Maar zij heeft nog in de ochtend had ze een presentatie van haar minor. Ik heb even drinken gehaald. Ik heb dit. Dit is echt mijn favoriet. I love it. Dan heb ik een gembershot. You know to be healthy. Ik heb water. En ik heb een chai latte. Oeh, ik ben heel benieuwd wat deze is. Met havermelk, dat vind ik lekker. Hij ruikt matig. Heel lekker. Ja, is heel goed. Oké, allemaal. Het is inmiddels 1:30. Kijk, ja, het is 1:30. Ik heb om 1:15 een bezichtiging, dus ik was even met de tram hier naartoe gaan. Even een stukje lopen. Heel erg benieuwd of het wat gaat zijn. Er zijn namelijk nog geen foto's en alles van, dus ja, misschien is het helemaal niks. En ben ik helemaal mijn tijd aan het verdoen hiermee. Maar misschien is het echt een super chill huis. Het is op de Hoofdweg. Het ligt dicht bij het Vondelpark en zo. Dus op zich wel een leuke ligging. Maar ja, we gaan het zien. Ik ben echt een kwartier te vroeg. Anders ging die tram weer niet. Dus, nou. Ben benieuwd. Oké, we zijn al de hele dag aan het leren op school. En ik wil gewoon fucking hard janken. Ik ga dit gewoon nooit halen. Ik weet het gewoon. Ik voel het gewoon. Ik heb nog nooit zoiets erg niet begrepen. Gewoon. Ik begrijp het gewoon niet. We hebben een eten besteld. Het is al 8:00. Hopen dat dit wel lekker is. Ja, hopen dat dit wel mee zit in het leven. We hebben gelukkig bestek. Lepel ervoor. Oh, het is wel leuk in 2 bakjes. Dat vind ik wel fijn. Zo, het is echt typisch veel. Nou, dat vind ik ook. Maar ik kan ook wel typisch veel eten, dus... Ja, wel bij hetzelfde, hoor. Oh, het is gewoon een bak rijst met een bak. Ja. Dit is de kip of de garnalensaus. Ja, we hadden wel 1 keer kunnen bestellen. Ja, het is wel echt een mondje. We hadden eigenlijk beter 2 verschillende dingen kunnen doen. Ja, dat is waar, echt dom. Waarom zijn wij zo? En we hebben garlic bread. Ja, dit is de rijst. Nou, dit is veel te veel. Dat is echt heel veel. Maar goed, we nemen het lekker mee naar huis. Ja, zo, inderdaad. Lunch vanmorgen. Ja. Aangezien we morgen ook helemaal mentaal verder doodgaan. Ik ben bang dat het helemaal op mijn fles. Oh, het ruikt in ieder geval heel goed. Holy shit. Ja, hè? Niet normaal. Nou, ik had hier zin in. Ik heb hier ook echt zin in. Oh, lekker. Huh? Wat is dit nou? Is dit een garnaal? Ja, het is een beetje een gekke garnaal, hè? Alleen al die saus zo op die rijst is denk ik ook wel echt is lekker. Ja? Pittig wel. Oh ja, ik had ook pittig gekozen. Oh. Lust je dat niet? Jawel. Oh. Ja, jij hebt ook altijd volle wasabi. Dus ja. Dat moet wel goed komen. Ik moet zelfs janken van die wasabi. En ze blijven wel doorheen. Ja. Dat is heel heet. Ik zou je een fik? Ja, het is echt heel pittig. Maar ook omdat het nog zo heet is. Ja, dat is het ook nog meer. Maar het is ook wel heel pittig, ja. Lekker, vind je niet? Mm-hmm. Maar wat een beetje. Veel? 2. Ja, misschien had het nog beter ook 1 kip en 1. Zo. Maar weet je voor de volgende keer. Hopen dat je de volgende keer nooit meer komt. Nou. We moeten eigenlijk even drinken of zo halen. Nou, ik heb wel een flesje water. Het is echt gewoon te heet. Oh. Ja, je verbrandt. Oh. Je verbrandt al je been. Oh. Dit is echt niet normaal. Oh. Je krijgt het gewoon niet weg, hè? Ik heb oprecht mijn mond. Zo, nou, anders ik wel. Het tintelt gewoon. Ja, ik heb het ook. Lekker. Lekker. Is het ook zo heet? Of minder? Hm?
Dit is minder heet, hè? Oh, kijk, er zit ook wat spul in. Ja. Lekker hier in dip. Nee. Godver, nu al. Oh. Oh, nee. Ik vind het wel een beetje droog, vind je niet? Met hier in dippen. Ja. Ja, was het los? Was niet lekker. Zit bij mij. Ik wil eigenlijk water drinken, maar ik denk dat water hier niet heel lekker is. Hebben ze hier niet zo'n tap? Nee, ik weet niet. Heb je al zo'n garnaal daar gegeten? Nee, jij? Nee, ook niet. Kijk, ons helemaal genieten hier. Helemaal nabespreken. Oh, ja, het is echt fucking lekker, maar het is heel heet nog. Ja. Wat is het? Een curry of zo. Een curry met garnalen. We hebben echt maar wat besteld. Goedemorgen allemaal, het is vandaag... Dinsdag. Ik ga vandaag weer naar school. Hele dag leren. Echt geen zin in. Echt geen zin in. But we have to. Oké, ik ben weer met de girl. Yay. Zijn we weer. En we zijn nu bij de Vrije Universiteit. En we hadden een beetje miscommunicatie, want ik dacht bij de UvA, Universiteit van Amsterdam. Maar, nou goed, we zijn nu bij elkaar. Vanochtend hebben we allebei even alleen geleerd, het is nu 12:15. Dus we hebben ook even lunch gehad. Het is hier echt een ziek restaurant. We hebben een soort samengestelde pokeball. Yum. Ik heb echt net van alles en nog wat. Het ruikt ook wel echt lekker vers. Oh, het ruikt echt naar een pokeball. Ja. Hier. Ik heb met zalm, tempeh, bonen, zalm, oh dat zei ik al, ui, avocado, wortel, sla, sausjes. Kijk, één keer die rijst. Ja, het is één saus. Maar ik moet alles gemixt hebben. Zo'n autist ben ik. Ja, ik vind dat ook altijd wel lekker. Sommige mensen die eten dan nu gewoon zo'n hapje. Dan denk ik, nee, dat kan niet. De zalm is ook echt één rollade. Kijk zo. Jezus. Ja, het is gerookte zalm, dat is wel lekker. Hij doet ook lekker veel gewoon van alles, ja. Hè? Niet zo, het was maar €6. Ja. Nou, wij hadden een keer pokeball op school gehaald en toen was het echt, zeg maar bij ons op school, het was echt €8 voor één mini bakje met het was echt geen toppings. Een kwart van dit, ja. Gewoon de helft van de helft. Ja, echt dat gewoon. Nou, helemaal lekker. Nou, top. Top. Gaan we zo even oefententamen maken. En meer als dat kunnen we gewoon niet doen. Dus dan vind ik het helemaal best. Hallo allemaal. Het is inmiddels 22:30 s'avonds. En ik ben nog steeds aan het leren. Love my life. Echt, ik ben zo blij dat het morgenochtend gewoon voorbij is. En het klaar is. En ik weer normaal kan leven. Ik ben even lekker in bad geweest en ik heb nog even geleerd. I call it a day. I'm so down. I'm so freaking done. Ik heb gewoon buikpijn van de zenuwen. Ik heb er zo geen zin in. But we got it. I got it. Ik ga het halen. Universum, hoor mij. Ik ga het halen. Goeiedag, het is woensdag. Mijn goede. What a hell of a day. Echt a hell of a day. Ik ben. Het is al 5:00. Oké, where the fuck do I need to go? Oh my god, where am I going? Oké, ik moet hierheen. Sorry jongens, ik ga heel even op de weg letten als mag, want als het hem valt. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ik moet even op de weg letten. Maar ik heb dus vanochtend mijn tentamen gehad. Ik werd
ja, ik had gewoon buikpijn van de paniek en de stress en weet ik het allemaal. Dus ik heb niet gevlogd. Tentamen, het zou er voldoende kunnen zijn. Het kan. Maar nee, ja, het kan. We gaan het zien. Ik ga gewoon nee, manifesteren. Ik heb tentamen gehad met de 5,5. Ik weet het. I know it. I got it. 5,5. I have it. Oké. Ik heb, wil jullie trouwens bedanken voor alle lieve berichtjes die ik heb gekregen. Van succes met je tentamen en met jouw positieve vibe. Komt het helemaal goed. En dit en dit en dit. Dus dat vind ik heel lief. Dank jullie wel allemaal. Maar ja, daarna ben ik naar werk gegaan. Even wat bijgewerkt. Mijn hele hoofd staat op zijn kop. Met alles wat ik moet inhalen. Echt bizar gewoon. Ik moet zoveel doen nog. Maar ik ben helemaal gesloopt nu. Het was 4:30. Ik zeg, yo, ik ga naar huis. Ik heb koppijn. Ik heb keelpijn. Ik ben fucking moe. Ik ben echt helemaal aan het einde van mijn Latijn. Dus ja. Sorry voor deze paniek allemaal in de vlogs. Maar I can't. Ik geef gewoon te veel van mezelf. En I can't. Maar in ieder geval rijd ik nog goed. Ja. Ik zit helemaal niet op te letten. Dat was de dag. Ik ga naar huis. Stal komt gezellig bij me eten. We gaan super lekker quiche eten. Dus het wordt helemaal chill. Ik moet eigenlijk editen vanavond. Even kijken of dat hem gaat worden. Maar nou, we zien het wel even. En ja. That's my day. I really, really am happy that it's over. En dat het de damesres weg is. En dat het gewoon voorbij is. Ik ben zo blij dat het gewoon over is. Gewoon, it's done. Ik kan er niks meer aan doen. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb echt meer dan mijn best gedaan. Meer dit kan ik ook gewoon niet. So that is that. Ik ben dus ook met de auto. Ik ging PNR'tje doen bij Amsterdam Rij. Wat top. Dan hoef ik echt 2 metrohaltes en ik kan op werk. Dus ik denk dat dit een bad habit wordt dat het vaker gaat gebeuren. Maar ik ben niet eens sneller. Ik ben niet sneller per se. Het OV is waarschijnlijk nog sneller. Maar goed. Ja. Dat was eigenlijk mijn live update. Van vandaag. Ik heb dit genoemd. My guilty pleasure voor in de auto. Love you guys. Het is inmiddels avond. Ik ben gelukkig beter. Ik heb even geslapen. Lekker gegeten. Ik ga nu even naar beneden. Stan is beneden. Een spulletje doen of zo. Serie kijken, weet ik veel. Mijn camera moet opgeladen worden. Ik heb mijn camera een beetje opgeruimd. Getting my shit together. Because afgelopen week was een mess. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Voor het eerst in een week ben ik helemaal opgemaakt. Echt gefliekt en al. Echt, ik voel me weer helemaal mezelf in herboren. Ik heb lekker deze trui aan, deze broek. Lekker chill outfitje. Het is bijna 11 uur. Ik heb even wat uitgeslapen, want ik was gewoon helemaal kapot. Dus ik ben even wat later op werk, maar dat was gelukkig niet erg. Super fijn. Dus ja, ik ga lekker naar werk toe. En lekker knallen. Oh my god, ik ben weer thuis. Did I just forgot my camera because it was charging? Yes! Zo stom. Ik ben gewoon vandaag mijn camera vergeten omdat ik hem aan de oplader had gelegd. Maar nu is hij wel weer 100%. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is bijna 11 uur alweer. Ik heb lekker gedoucht en begint de tan al in te werken. Ik heb een tanning face serum opgedaan van Roquebrun. De Roquebrun. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga nu even snel wat editen. En dan ga ik mijn nagels laten doen. Mijn nagels kunnen namelijk echt niet meer. Kijk dan deze. Deze zijn er sowieso allebei af. En het ziet er gewoon niet meer uit. Dus ja, ik was ook gewoon even te kort. Want het is veel te lang. Snel een beetje mailtjes bijwerken. Dus lekker dag voor mezelf. En video editen. En filmen. En heel veel. Oké, ik heb net mijn nagels laten doen. Ze zijn echt super leuk geworden. Look at these, baby. I love it.
Ik heb ook even wat boodschapjes gehaald. Voor de ochtend een ananas, bleekselderij, een komkommershakeje en kaas. Ik wil tuna melk maken. En wraps voor vanavond. Ik ga vanavond wraps koken. Yum! Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik ben aan het editen. Ik zeg morgen 1:15. Het is zaterdag. Ik heb echt... De zon schijnt. The witch makes me very, very happy. En ik ben aan het editen de weekvlog. En die wil ik vanmiddag online. Hopelijk gaat het lukken. Ik moet ook nog video filmen voor lounge. Oh. En ik heb een soort sapje gemaakt voor in de ochtend. Het was nogal gekloot, maar dan heb je ook wat. Het is een hele bak. En er zit komkommer, ananas, selderij, citroen en gember en appel in. En ik heb het helemaal gefilterd, dus daarom was het ook werk. Maar nu is het echt een sapje, had ik allemaal van die dikke drap was eruit. En dit ga ik elke ochtend drinken als een soort groentesapje. Helemaal healthy shit. Maar ik ga weer verder editen. Mijn handen zijn bruin van de zelfbruiner. Hij werkt in ieder geval, maar ik met mijn dames heb mijn handen niet gewassen. Ja. Mijn hoofd is wel lekker bruin. Hey, ik heb net een shoplog opgenomen van lounge. En ik ben zo blij met alle items. Video staat online, check it out. Echt. Favorite brand ever. Gewoon. Helemaal happy. Oké, ik ga even alles opruimen. En editen. En dan ben ik helemaal klaar. Alright, het is inmiddels avond. Ik heb me opgemaakt, omgekleed, spullen gepakt. En ik ga nu naar Nina, die is bij Daan. En dan gaan we naar het Woudje. Een kroegpils in de buurt. En een tot 10. Dus gewoon even gezellig de boel op stel te zetten. En hopen op een afterparty. Maar ik heb nog steeds Dry January. Last weekend. Woe. Gaat me goed af. Ik vind het niet leuk. Never doing it again. Never. Ik ben het Ann. Hey. En we zijn gewoon in een kroeg. We zijn nu niet. Ga even haar Ann. Hey, weet je wat Anne zegt? Hoeveel krijg ik? Als ik door dit hartje spring. Een miljoen. Een miljoen. Oké. Opstapje zoeken. Nee. 3, 2, 1. Zo, echt moker bijna. Close, close enough. Nou, we zijn zeg maar gewoon bij een kroeg bij ons. En mijn Dry January is afgelopen. Hij is gestopt. Nee. Oh. Kijk maar. We gaan nu even naar mijn auto. Huis. Nee. Naar huis. Naar mijn huis. Naar mijn huis. Want daar ligt Anne de tas, denk ze. Ze weet het niet. Nee, maar ik ben helemaal een tijdje kwijt. En nu gaan we even op onderzoek. Wij zeggen zo tegen Nina's hoofd. Oh, er zijn allemaal mensen. Hij zegt tegen Nina's hoofd. Ja, wij gaan door. En zo. Waar gaan jullie heen? Naar mijn auto. Cyper. Dank je. Oh, doei. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Gisteren was zo leuk. Ik heb Dry January verbroken. Maar ja, het was 29 januari. Fuck it. Ik ben daar helemaal niet te strikt in of zo. Ik heb meer gewoon gedaan. En ik vind het leuk. En ik ga het nooit meer doen. Ik vind het echt kut. Ik ben gewoon een gezelligheidsmens. Ah, oh, mijn jas. Het is op een feestje gelegen waar mensen me gerookt mee in de jas stinkt. Maar... Gisteren was fucking leuk. We hebben tot echt tot 12 uur in de kroeg gezeten. Ik weet niet hoe het kan. En toen gingen we naar een verjaardag. Was ook zo gezellig. Ik heb echt me kapot gelachen. Nou, echt niet normaal. Ik ga wat grappig doen. Ik ben normaal. Leuk. Maar ik ga nu naar Stan toe. Nina komt me ophalen. Mijn auto staat daar nog. Omdat ik natuurlijk eigenlijk zou gaan rijden. Maar mijn auto staat er nog. En ben gaan drinken. En dan ga ik mijn auto ophalen. En dan ga ik naar Stan. En dat is de day. Vandaag heb ik alleen maar geëdit. Alright, het is inmiddels maandagochtend. Dit was alweer de weekvlog. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Voel je het nou echt amazing?
gewoon echt amazing. En denk je van, dit moet je echt elke week blijven doen. Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Want door een blauw duimpje omhoog te geven mij, denk ik van ja, mensen waarderen mij, mensen vinden video's leuk, ik ga door. En natuurlijk vergeet niet te supporten, door op je girl te abonneren, maar dat zijn jullie natuurlijk al. Maar goed, wil je daar nog meer van me zien? Wellicht stalk of whatever. Volg me op Insta. Het zijn gevoerd. Ik zie er niet uit. Ik weet het. Het is niet heel best voor de maandag. Maar ja, we kunnen het beter maar gewoon zo doen. Peace out. Nee, dat schatjes. Doei doei.